uitgangspunt van het project is dat studenten wonen in wijken met cultuurverschillen en polarisatie. Met elkaar samen participeren, elkaar beter leren kennen en met elkaar leren omgaan. Wanneer je werkt bij het Vooruitproject, dan krijg je een woning toebedeeld in de wijk waar je ook gaat werken. Je werk is eigenlijk om de hoek. Het is heel ideaal, je woont eigenlijk waar je werkt. Je organiseert activiteiten, dat kan huisopbegeleiding zijn op een school, dat kan huisopbegeleiding zijn in het buurthuis. Dat kan ook een taalles voor vrouwen zijn, je hebt heel veel verschillende activiteiten. Boutiquecafé, kookclub, beroepenclub, toneelclub, ze allemaal. Eigen Haard steunt een project als Vooruit. We hebben in diverse wijken in Nieuw-West en West werken we met Vooruit. En we zien dat het goed is voor onze wijken. Ik vind het belangrijk dat het project Vooruit in deze gebieden ook is en ook blijft. Gebieden zoals Osdorp, Overtoomsveld, Slotermeer en hier in de Kolenkindbuurt. Kolenkindbuurt, Bosselom, Buurthuis! Buurthuis! Ik kom bij Jinan thuis en Mustafa en Guidet. Het is een Marokkaans gezin. En de bedoeling daarvan is dus dat bevolkingsgroepen elkaar leren kennen. En door die ontmoeting elkaar weer beter gaat begrijpen en beter gaat samenleven. Ik denk dat het heel belangrijk is. Je ziet ook aan kinderen die hier in het buurthuis komen hoe vaak ze komen. Het buurthuis voor hun echt een plek is waar ze even los kunnen zijn van een situatie, gewoon lekker kind kunnen zijn.